Het is vandaag maandag, het is Pinkstermaandag. En vandaag is dag 3 en ook meteen de laatste dag van Pinkpop. En ik neem jullie vandaag gewoon weer mee. We gaan nu eventjes ontbijt halen bij de benzinepomp. Gehaald. We hebben het in een doos meegekregen omdat Alice het anders niet kon houden. Dus nu hebben we gewoon een. Ja, het is meer kaas dan pasta, maar we hebben in ieder geval eten. Nee, er zit wel genoeg pasta in. Er zit genoeg pasta in. Lekker, even een doos met pasta. Ik heb wel zin hoor. Nou, dit is ook Pinkpop. 52,3 mm per uur, echt. Nu zit iedereen met poncho's en dat soort dingen. Maar de 975 gaat zo meteen beginnen. Dus ik hoop dat het dan een beetje opgelost is. Nou, dat maakt wel niet. Ik hou het in de gaten, maar het is echt niet oké.
We zijn helemaal koud en verwilderd en ik heb het zo koud. Maar het was wel Bestel, was echt heel tof. Ik moet eigenlijk even aan de persoon vragen waar die het meeste fan van is, van Bestel. Wat vond je van Bestel? Zo vet! Zo vet? Ja, echt heel tof. Ja, echt een goede afsluiting voor jou, want Alice gaat nu weer terug naar de camping. En dan ook meteen terug naar huis en ik blijf hier nog een dagje. Ik ga zo meteen waarschijnlijk ook nog even naar Fleetwood Mac. Dus dan zijn we nu aan het doen, we zijn terug gaan lopen naar de camping. En ik hoop dat ik een beetje kan opwarmen. Waarschijnlijk niet, maar nee. Laten we proberen. Misschien kan ik thee halen of zo. Dat is misschien wel lekker. Kopje thee. Lekker kopje thee. Komt dit op de tv? Ik heb me even omgekleed, dus ik heb een andere trui aan. En het zit in ieder geval nog steeds nou niet echt heel erg charmant. Maar het heeft vandaag echt super veel geregend. Dat was echt heel stom. Het heeft echt met. Echt, ik heb nog nooit zoveel regen gezien. Het was echt bizar op een gegeven moment. Dat was namelijk tijdens Slash. En bij Bestel was het ook nog een klein beetje droog, maar het was ook regen. Dus ik was echt helemaal doorwezen, want ik had ook geen poncho mee. Super dom. Maar dat heb ik nu wel meegenomen. Dus ik heb me in ieder geval even omgekleed. En nu gaan we naar Fleetwood Mac. Dus we moeten weer even de bus pakken. Kijken of die nog rijdt. En dan gaan we naar Fleetwood Mac. Bij de camping. Het is echt één grote modderbende. Ik heb het gevoel dat ik zo meteen echt op mijn mel ga. Maar we zijn in ieder geval weer op de camping. We zijn in ieder geval aangekomen in de tent. En alles goed gaan we er niet gevallen. Dus dat is echt ideaal. Alisa is trouwens inmiddels ook alweer weg. Die is al bijna thuis. Is al bijna thuis, ja. Die is volgens mij 11:45 thuis of zo. Of 12:30 volgens mij. Zoiets, ze is al bijna thuis. Maar wij zijn hier nog op het festivalterrein. Mijn hele haar is helemaal lelijk door de regen. Maar dat doet er even niet toe. En nu gaan we weer nog even zitten en dan gaan we zo lekker slapen. Want ik ga niet meer naar de afterparty of de tent. Beetje moe. Weer last van mijn voeten vooral. Goedemorgen. Ik lijk net een smurf hier in het licht. Maar het is vandaag dinsdagochtend. En iedereen is op dit moment aan het opruimen. Tenten inpakken en zo. Dat soort dingen. Dat zijn wij op dit moment ook aan het doen. En dan gaan we zo meteen weer naar huis toe. Wij zitten in de trein en we hebben net met de grote boulder car, ik wou Pieters karretje zeggen, een boulder car, die hebben we dus ook mee. Maar het is allemaal gelukt en we zitten nu in de trein, we moeten hier echt 2 uur lang in zitten. We zijn wel halverwege, dan zijn we in Utrecht en dan moeten we alleen nog van Utrecht naar huis. En dan, dan kunnen we gewoon lekker zitten, lekker op de bank liggen, lekker tukje doen. Oh, heerlijk.
Wij zijn aangekomen in het altijd zo bruisende Heerde. Het is heel wat anders dan Landgraaf. Maar we gaan in ieder geval nu lopen naar huis en dan zijn we bijna thuis. Of een kwartiertje lopen of zo. Lekker wezen sjouwen. We zijn thuis.